Hoi, ik wil het even met je hebben over keuzes maken. Ja, ik weet het, je maakt elke dag al zoveel keuzes. Maar we staan nu voor een hele grote, belangrijke keuze met enorme gevolgen voor de toekomst. De keuze die je nu maakt is allesbepalend voor de rest van je leven. Huh? Maar je hebt het over de profielkeuze, toch? Maar dat valt wel mee. Ja, bij de meeste opleidingen kun je met alle profielen binnenkomen. Maar bijvoorbeeld technische en medische opleidingen kunnen soms wat extra eisen stellen. Oh, oké. Dus een profiel kiezen om zoveel mogelijk opties open te houden is niet nodig. Nou, dan zou ik gewoon kiezen voor het profiel met de grootste kans op een baan. Dat kan je natuurlijk proberen, maar de arbeidsmarkt verandert voortdurend. En weet jij waar over 8 jaar vraag naar is? Nee, dat weet ik inderdaad niet. Wel heb ik gehoord dat je altijd het beste voor een technisch profiel kan kiezen. Als dat bij jouw interesses en capaciteiten past, is dat zeker een goede keuze. Maar dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen. Nee, dat is waar. Misschien moet ik de profielen nog een keertje doornemen. Eens even kijken. Economie en maatschappij. Als je geïnteresseerd bent in het bedrijfsleven en hoe een bedrijf werkt en hoe de economie in elkaar zit, maar ook maatschappelijke problemen wel interessant vindt en menselijk gedrag, dan is economie en maatschappij een hele goede keuze voor jou. En met economie en maatschappij kan je bijna elke studie doen aan Tilburg University. Zo kan je verschillende economische studies doen. Maar je kan ook rechtenstudies doen en wat socialere studies, zoals psychologie en sociologie. En ik zelf studeer organisatiewetenschappen. En organisatiewetenschappen is eigenlijk een socialere vorm van bedrijfskunde. Dan hebben we hier cultuur en maatschappij. C&M is eigenlijk een heel erg breed profiel en dat is superleuk als je verschillende soorten interesses hebt. Als je het bijvoorbeeld leuk vindt om later met mensen te gaan werken, als je het leuk vindt om met de samenleving bezig te zijn, of als je taal heel erg interessant vindt, dan is dit een hele goede keuze voor jou. Je kan zo verschillende opleidingen gaan doen met dit profiel. Denk aan een opleiding die te maken heeft met gedrag, juist met cultuur of met maatschappij of met media. Maar je kan ook een opleiding gaan doen binnen het domein van recht en bestuur, zoals ik zelf ook heb gedaan. Want op de middelbare school heb ik het profiel C&M gekozen en daarna ben ik rechten gaan studeren. En ik zie dat veel van mijn medestudenten dit ook hebben gedaan. Oh ja, natuur en gezondheid. Vind je biologie en scheikunde leuk? Dan is natuur en gezondheid misschien wel iets voor jou. Misschien denk je bij NG vooral aan psychologie en aan geneeskunde, maar je kunt ook hele andere dingen daarmee doen. Ik heb organisatiewetenschappen gestudeerd op Tilburg University. En de laatste, natuur en techniek. Natuur en techniek is een profiel wat je kan kiezen als je de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde erg leuk en interessant vindt. Over het algemeen kan je met dit profiel alle kanten op, maar je zal meestal bij de wat meer technischere studies uitkomen. Binnen Tilburg University kan je dan bijvoorbeeld kiezen voor de opleiding econometrie of data science. Oké, dat is allemaal goed om te weten. Zo te horen zijn er dus altijd genoeg mogelijkheden en is in principe elk profiel een prima keuze. Maar hoe weet ik dan wat ik moet kiezen? Zelf vond ik de profielkeuze erg lastig, omdat ik dacht dat het heel veel mogelijkheden zou uitsluiten. Maar als ik erop terugkijk, dan blijkt die keuze toch niet zo bepalend te zijn als ik op dat moment dacht. Doe vooral wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Dan komt het vanzelf helemaal goed. Let niet te veel op de beroepsperspectieven, maar kijk vooral naar de opleiding die jij graag wil doen. Die profielen zijn zo breed, je kan nog alle kanten op. Het belangrijkste is dat je iets doet wat je leuk vindt. Ik zit nou zelf helemaal op mijn plek bij mijn studie en ik vind het leuk om ermee bezig te zijn en aan het leren te zijn. En als jij dat dadelijk ook hebt, dan gaat het helemaal goed komen. Nou, hier kun je wel iets mee, toch? Veel succes met je profielkeuze.